Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Strikers Battle League. En we gaan met de Chain Cup beginnen, dat is de volgende cup in het rijtje. Ik zie daar rechts onderin 400 coins staan. Betekent dat ik 400 coins moet betalen om deze cup te mogen doen? Dat zou ik wel heftig vinden. We gaan natuurlijk Luigi gebruiken als boy met de leadership. We hebben de vorige keer al een Bowser gebruikt. We laten we nu eens Wario gebruiken. Die is namelijk redelijk hetzelfde. Laten we Toad een keertje gebruiken. En laten we Waluigi ook een keer gebruiken. Gewoon een compleet nieuw team. En we zijn natuurlijk de clubkleuren. Laten we nu het Spooky Mansion kiezen. Zoals ik nu zie is het wel een beetje dezelfde opzet als net. Dus misschien zullen ze dan iets sterker zijn, dat kan. Hoe het geval tegen de Scramblers. En daar moesten we net ook tegen. Daar moesten we de vorige aflevering ook tegen. Dus ik ben benieuwd. Let's go. Nu is het alleen niet dat we tegen drie Yoshi's moeten. Nice. Oeh, hij zat nog bijna ook. Even een nieuwe character spelen, dat is wel leuk. Dan kan je een beetje zien hoe ze spelen. Oh, dat ging niet helemaal goed. Oké, nice. We hebben de bal. Miss. Dood, pak maar mee. Oeh, die is niet zo goeie. Maar we krijgen wel de vetste Super Smash te zien die er is. Nice, lekker Waluigi. Dat gaat nu niet heel erg goed voor mijn gevoel. Oeh, die van Toad weet ik ook niet wat zijn Super Smash is. Die wil ik eigenlijk wel zien. Nice. Nice, en daar zit ook zeker. Nice. Oh ja, die ken ik wel. Die is wel leuk. Lekker Toad. Lekker. Nice, het gaat goed. 4-0 voor. Dat is een lekkere eerste match van het toernooi. And we're back. Ik moet even een telefoontje opnemen. Ik hoop dat ik het niet vergeet te editen. Anders hebben jullie mij een telefoongesprek gehoord. Niet dat dat per se een probleem is, maar... Lekker. Die moeten we hebben. Oké, we hebben de Super Smash weer. Nu moeten we eerst ball possession krijgen. Gooi die bal. Oké, we hebben ball possession.
Oh, ik dacht twee keer blauw. Oké, dat is niet perfect, maar er is kans. Met roosje in zijn man. Ook een vet hyper smash hoor. Lekker, 6-0. We domineren deze Team Scramblers. Dat is niet te doen. Ah, 8-0. Oké, is voor hun kut, sorry. Lekker. Nul. Wat een dominatie hier. Niet te doen. We zitten pas in de Chain Cup natuurlijk, hè. De Chain Cup zal vast niet heel moeilijk zijn. Mag ik ook niet hopen, want anders zou het raar zijn dat ik zo dik voor sta. 9-0 gewonnen. Lekker Luigi. Je bent de baas der bazen. We gaan tegen Team Wings. Oké. Let's go. Oh, dat was een snelle 1-0. Nice. Ik begin het een beetje door te krijgen, denk ik. Oh. 2-0. Hot vlot. Ah, ik dacht dat ik een boom rebound. Dat was niet zo. Ah, het is voor ons. Twee keer oranje. Die zal niet zitten, denk ik. Lekker. 3-0. Lekker dood. Oké.
paal. Nice. Lekker gedaan, Toad. Oeh, die was heel slecht. Deze zit sowieso niet. Oh, toch. What the fuck? Oké, toch wel. 5-0, hot vlot. Lekker, 6-0. Gaat goed hoor. Wow, yo. Yeah. Die is cool. Kom op. Shit, dan hebben we hem. Uitkijken nu. Goed, we hebben hem. Lekker, 7-0. Perfect shot. Lekker Waluigi. Je kan dit. Jij bent een voetbalmeester. Nice, 7 nog gewonnen. Op naar de finale van de Chain Cup. Nou, we moeten weer tegen... weer tegen de Winx. Oké. Ze zullen vast magische poeder hebben, want het zijn de Winx. Ah, ik ben zo grabby. Goed. Net hadden we volgens mij geen weer, of wel? Nu wel. Volgens mij dat net gewoon helemaal niet opgegaan. Nog scoren. Wat Joost aan achter? Wat is dit? Lekker. Ik moet even achterkomen waarom mijne geen gear draagt. Oké, boem, boem, geef hem naar Toad.
Ja. Oh. Geef ik niet met dood. Ja. Nice. Een kontje knal. Kabooming. Oh shit, niet verkeerd hoor. Ik begin nu al redelijk wat tegenstand te krijgen, maar dat is alleen maar goed. Oh. Auw. Goed voorzetje. Oh. Ik merk dat wel dat deze tegenstander een stuk beter is, maar dat is alleen maar leuk. Nou, nice, deze zit sowieso. Lekker maar luifie. Oeh, die is ook voor ons. Nice. Auw. Oké. Toad zegt je. Go Toad. Ah, nog twee goals op het einde. ...5-1 in de finale. We domineren gewoon weer. Het is niet te geloven. Nice. Kijk, winnaars forever. We hebben de Chain Cup gewonnen. Yes. Lekker hoor, daar komt de cup. Lekker. Chain Cup Victory. 400 coins in de pocket. Oh nee. Het was toch niet dat je... Oh, dat is als je die voor het eerst haalt, krijg je 400 coins. Ja, zie je, nu krijg ik die 50 coins voor als je die wint. Ah, got it. Oké. Volgende aflevering wordt het de Turbo Cup. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie ik je heel erg de volgende keer weer. Adios, amigos.